ben Frederik de Jong. Als lezer van Follow the Money ga ik meestal echt even zitten voor een artikel. Verhalen waar zo lang aan gewerkt is, kun je bijna niet in vogelvlucht tot je nemen. Het liefste zou ik willen dat de redacteur naast me zat om uitleg te geven. En dat is nu het geval. Spreek hem eens in. Frederik vraagt door. De podcast van Follow the Money. I know you're gonna dig this. En deze podcast lijkt misschien gratis, maar is niet goedkoop. Het graafwerk van Follow the Money wordt mogelijk gemaakt door betalende leden. Wil je ook lid worden? Dat kan op ftm.nl. Vincent Harmsen, welkom in de podcast. Ja, Frederik. Nog steeds op afstand. We zitten ieder in ons eigen huis. Tenminste, Zeker. Ik neem even aan dat je thuis bent. Ja, klopt. Wat doet corona eigenlijk met jouw dossier bij Follow the Money? Nou, je ziet dat veel van de onderwerpen waar ik me mee bezig hou, wat dan gaat over besluitvorming rondom bestrijdingsmiddelen bijvoorbeeld, dat enigszins op een lager pitje staat. Dat is toch een acute crisis die zich aandient. Dus dat daar eigenlijk weinig gebeurt op het moment. Ik denk wel dat het interessant is om te volgen wat dit doet met milieubeleid. Daar krijg ik toch ook wel signalen. Bijvoorbeeld als het gaat om klimaatbeleid, dat sommige dingen op de lange baan worden geschoven. En op die manier, weet je, dat er uitstel plaatsvindt. Dus ik denk dat dat ook wel geldt bij de onderwerpen waar ik in zit. Maar vooralsnog is er eigenlijk niet zo heel veel spannends wat daar gebeurt. Nou, maar als er dingen worden uitgesteld, is dat negatief? Bijvoorbeeld, dat is dan iets wat ik recent over heb geschreven, ook voor FTMS, onze rubriek op zondag, waar we nieuws selecteren uit verschillende media, dat klimaatmaatregelen door dit kabinet nu vooruit worden geschoven, of vooruit lijken te worden geschoven, vanwege de coronacrisis, dat wordt dan aangegrepen als aanleiding. En ik denk dat dat ook wel op andere milieudossiers, weet je, kan gebeuren. Je ziet het ook in de Verenigde Staten gebeuren, onder de Trump-regering, dat milieuambities worden teruggeschroefd. Dus dat is wel iets waar ik alert op ben, omdat dat onderwerpen zijn waar ik me mee bezig hou. Ik was blij om een artikel te zien bij Follow the Money dat niet over corona gaat. Ja. Jouw artikel namelijk, waar we het nu over gaan hebben. Maar ik moet eerlijk zeggen, bij het lezen dacht ik van, oh, het gaat weliswaar niet over corona, maar het is niet echt vrolijk stemmend. Nee. Het is niet een opbeurend artikel. Ik vond het zelf ook wel prettig om even met iets totaal anders bezig te zijn dan wat toch gewoon het dagelijks nieuws nu beheerst. Maar het is zeker, het is ook eigenlijk een crisis waar het over gaat. Maar dan de zogeheten biodiversiteitscrisis. Dus het verdwijnen van soorten, planten en dieren. Nou, en dit gaat dan specifiek over bijensterfte en sterfte van insecten. Dus dat is het thema waar het zich mee bezighoudt. En het gaat over voornamelijk over één man, Henk Tennekes, een wetenschapper. Ja. Hoe ben jij bij die man gekomen? Ik volg Henk Tennekes al wel een tijdje. Of het was iemand die al op mijn radar stond. Ik volg hem bijvoorbeeld op Twitter. En ik wist ook wel dat hij al lange tijd waarschuwt voor de gevaren van bestrijdingsmiddelen voor bijen. Maar ik moet bekennen dat ik eigenlijk hem ook niet serieus nam. Of althans niet helemaal, dat ik zo mijn twijfels had over zijn geloofwaardigheid. Het is eigenlijk geweest een documentaire van de Duitse nationale televisie, de ZDF, waar hij in voorkomt. Waarin hij vertelt over zijn publicatie in 2010. Toen viel bij mij het kwartje van, hey, wacht, dit is de bijdrage die hij heeft geleverd aan het wetenschappelijk debat. En eigenlijk heeft hij met dat punt gelijk gehad. Zo blijkt ook uit documenten van Bayer. Nou, het is iemand die zichzelf een klokkenluider noemt. Maar ik was eigenlijk niet bekend met zijn wetenschappelijke bijdrage op dit vlak. En daar ben ik gaandeweg het onderzoeken van dit artikel achtergekomen. Wat dat dan inhoudt. Heb je hem ook gesproken voor dit stuk? Ja, zeker. Ja, dus ik heb hem opgezocht in Winterswijk, waar hij toen in een verpleeghuis verbleef, waar herstellende was van een longontsteking. Daar is hij weer te boven gekomen. En ik heb hem ook via de telefoon meerdere malen gesproken. Dus we hebben echt uitvoerig met elkaar gepraat. En deze man noemt zichzelf een klokkenluider. En waar die noodklok gaat dus over, voornamelijk over het verdwijnen van insecten.
Ja, inderdaad. Ja, hij heeft een fascinerende levensloop. Is iets waar ik achter ben gekomen. Dus hij heeft eigenlijk het grootste deel van zijn carrière gewerkt voor de chemische industrie als toxicoloog. Zij is gepromoveerd bij Shell in het Verenigd Koninkrijk. Hij heeft als toxicoloog leiding gegeven aan het onderzoek binnen een Zwitsers commercieel laboratorium. Hij heeft voor een farmaceutisch bedrijf gewerkt. Daar is hij hoofdtoxicologie geweest. En hij heeft zijn eigen consultancy lange tijd gehad. Die heeft hij eigenlijk nog steeds, dat bedrijf. Maar minder actief. Maar eigenlijk, er is een soort ommekeer geweest bij hem. De afgelopen 10 jaar zou je hem eigenlijk het best kunnen omschrijven als een milieuactivist die de barricade op is geklommen om te pleiten voor een verbod op bestrijdingsmiddelen en dan ook een specifieke groep bestrijdingsmiddelen, omdat die een rol zouden spelen, volgens hem, bij grootschalige sterfte van insecten. Dus hij was eerst, of is nog steeds, gerespecteerd chemicus. En hij was kennelijk op een bepaald moment zo gealarmeerd dat hij activist werd. En waardoor kwam die omslag? Ja, dus dat kwam nadat hij leerde over een nieuwe groep bestrijdingsmiddelen. De neonicotinoïden heette die. En dat zijn middelen om insecten te doden. En hij las een krantenartikel dat ging over bijensterfte in 2009... En dat ging over een Wageningen onderzoek naar die bijensterfte. En daar in dat artikel werd gewezen naar een parasiet als oorzaak van die sterfte. Nou, Tennekes die heeft zelf dat rapport van Wageningen erbij gepakt en is dat gaan doorbladeren. En hij kwam erin ook een andere mogelijke oorzaak tegen van die sterfte, namelijk die neonicotinoïden. En toen is hij de wetenschappelijke literatuur ingedoken. En wat hij daar las, daar zegt hij zelf van dat hij van zijn stoel van schrik viel. Omdat hij las er dus over het werkingsmechanisme van dat gif. En hij herkende daarin de stoffen die hij zijn carrière grotendeels heeft onderzocht. Kankerverwekkende stoffen zijn dat. Hij herkende een gelijkenis met kankerverwekkende stoffen. En die gelijkenis zou die neonicotinoïden gevaarlijker maken dan men op dat moment dacht. Hij was zelf gealarmeerd, maar hoe heeft hij dit naar buiten gebracht toen? Ja, hij heeft daarover gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift, Toxicology. En daarin heeft hij dus zijn theorie uiteengezet van, wat hij stelt is dus dat de neonicotinoïden, die gifstoffen, dat ze een onomkeerbare binding aangaan met zenuwreceptoren. En in lekentaal houdt dat in dat de schade die ze aanricht, dat die opstapelt. Dat die niet herstelt. Dus insecten, naarmate ze vaker worden blootgesteld aan deze stoffen, lopen steeds meer schade op aan hun zenuwstelsel en sterven daar uiteindelijk door. En, ja, ik las dat jij maakte een vergelijking, of hij maakte een vergelijking met de ziekte kanker, die onherstelbare schade aan je DNA maakt. Ja. Ja, dus dat is de gelijkenis die hij zag van kankerverwekkende stoffen, zo heeft hij het mij uitgelegd, hebben ook een onomkeerbaar werkingsmechanisme. Dus er treedt functieverlies op van het DNA en dat leidt dus gedurende langere tijd van blootstelling tot een grotere kans dat je ziek wordt. Zo is het dan ook met deze stoffen, dat hoe vaker je eraan blootgesteld wordt, hoe vaker een insect eraan blootgesteld wordt in dit geval, hoe groter de kans is dat insect overlijdt. En dat is dus iets wat niet op de radar stond van de toezichthouders op dat moment. Dat die stoffen mogelijk op lange termijn een grotere impact zouden kunnen hebben dan op korte termijn. Dus het is een beetje een ingewikkeld verhaal, maar het komt er eigenlijk op neer dat die neonicotinoïden veel gevaarlijker zouden zijn dan tot dan toe iedereen dacht. Oké, en hij publiceerde dat in dat blad. Maar dat wordt natuurlijk alleen maar gelezen door collega's. Maar dat is misschien voldoende. Waren zij ook gealarmeerd? Je ziet dat er een reactie is gekomen van de fabrikant van deze middelen. Dus de neonicotinoïden, die stoffen, zijn op de markt gebracht door het chemiebedrijf Bayer. Het is een enorm verdienmodel wat daaromtrent is gecreëerd. Dus op dat moment werd meer dan een miljard dollar aan omzet gedraaid met de verkoop van imidaclopriet, een van de neonicotinoïden. En er komt dus een reactie van Bayer in dat tijdschrift Toxicology. En die toxicoloog van Bayer die zegt van Tennekes heeft het bij het verkeerde eind. Het werkingsmechanisme is omkeerbaar.
En om die reden zijn de risico's ook goed beoordeeld door de toezichthouders. Dus nou, daar komt een reactie. Verder heb ik dus ook beschreven in het artikel hoe er in Nederland is gereageerd op zijn publicatie en op zijn stelling. En daarvan kan je zeggen dat, ja, dat het grotendeels genegeerd is. Genegeerd? Oh. Ja. Ja, dus eigenlijk is daar door zowel de instantie die gaat over de markttoelating van bestrijdingsmiddelen, het CTGB, als ook wetenschappers van Wageningen Universiteit, die zich bezighouden met bestrijdingsmiddelen. Ja, dat is de landbouwuniversiteit in ons land. Daar zit de expertise op het gebied van bestrijdingsmiddelen. Ja, dat zij eigenlijk zijn bevindingen terzijde hebben geschoven. Maar zij moeten dit toch juist interessant vinden, in ieder geval om er naar te kijken? Ja, dat zou je zeggen. In de praktijk is het in ieder geval dat zijn bevindingen niet zijn meegenomen en ook niet zijn meegenomen in rapporten van Wageningse wetenschappers die de politiek hebben geadviseerd destijds over de mogelijke gevaren van die neonicotinoïden. Nou, ik heb ook de vraag gesteld van waarom is dat dan? Waarom is daar dan niks mee gedaan op dat moment? En de reactie die ik daarop heb gekregen was in eerste instantie van de auteurs die toen dat advies opstelden. Zij hadden geen kennis van die publicatie van Tennekes. Vervolgens heeft Tennekes mij stukken overlegd waaruit blijkt dat een van de auteurs van dat advies aanwezig was bij een presentatie in de Tweede Kamer toen hij zijn theorie toelichtte, zijn publicatie in Toxicology. En toen zei de universiteit van ja, zijn bevindingen waren irrelevant, want ze bevatten geen nieuwe data. Geen experimenteel onderzoek over de effecten van neonicotinoïden. En daarom is het destijds niet meegenomen. Nou ja, dus het artikel dat we afgelopen zaterdag, 18 april, hebben gepubliceerd. Nou, daarin laat ik ook zien dat de universiteit en dan specifiek ook het instituut waar de expertise zit op het gebied van bijen, dat zij financiële banden hebben met die fabrikant Bayer. En dat ook publicatie over iets dergelijks als dat werkingsmechanisme wat Tennekes aankaarten, dat ook mogelijk spanning kan creëren in die samenwerking tussen de universiteit en die multinational, wat gewoon een belangrijke financier is van wetenschappelijk onderzoek. Dus dat is iets wat ik uiteenzet en waar in ieder geval ook eerder ophef over is ontstaan. Of er niet mogelijk te weinig kritisch is gekeken door Wageningen Universiteit naar die producten van Bayer, naar die neonicotinoïden. Ja, even voor de mensen die dit niet weten en denken, wat? Ze worden gesponsord, maar daar zijn ze op zichzelf ook open over, toch? Dat zeggen ze ook, dat ze inderdaad geld krijgen van Bayer. Er is enige openheid over dat er wordt samengewerkt met dat bedrijf. De universiteit heeft mij recent wat cijfers verstrekt over de onderwijsdepartementen. Dat Bayer daar op jaarbasis zo'n 180.000 euro bijdraagt. Maar merendeel van het onderzoek vindt plaats binnen de onderzoeksinstituten van de universiteit. En daarover geeft de universiteit geen enkele openheid van zaken, alhoewel wel bekend is. Dus dat daar veel onderzoek wordt gedaan in opdracht van de industrie. En ook specifiek onderzoek is gedaan naar deze neonicotinoïden, gefinancierd door Bayer. Onderzoeken die Bayer ook heeft gebruikt om markttoelating te verkrijgen voor deze pesticiden. Dus het is in dat opzicht is er niet heel veel transparantie. En hoe beschrijven ze dat dan aan jou? Van bij deze krijgt u de cijfers, die 180.000 per jaar. En over de rest kunnen wij helaas niks zeggen of zo? Ja, dus dat is ongeveer de boodschap. Er wordt dus gezegd, die onderzoeksinstituten, dat zijn vandaag de dag privaatrechtelijke organisaties. Dat typeert de universiteit zelf als bedrijven. Dus ze vallen wel onder Wageningen University and Research. Het is de research tak van het geheel. Maar het is niet een publieke instelling, of het zijn geen publieke instellingen, het zijn meerdere instituten, maar het zijn privaatrechtelijke bedrijven. En om die reden, zegt de universiteit, hoeven wij ook geen openheid van zaken daarover te geven. Oh ja, laat me raden, dan waarschijnlijk is de term concurrentiegevoeligheid ook gevallen.
dat speelt hier zeker ook een rol. Ja, absoluut. Omdat het gaat over producten. En Bayer heeft bepaalde neonicotinoïde stoffen gepatenteerd. Het zijn dus meerdere stoffen die in die categorie vallen. En ja, daar concurreren ze ook met andere chemiebedrijven. Dus dat soort overwegingen spelen hier inderdaad een rol. Maar ondertussen is deze meneer Tennekes dus jarenlang heeft hij geprobeerd mensen erop te wijzen van er is echt iets ernstigs aan de hand. En er werd alsmaar niet naar hem geluisterd, of in ieder geval niet in Nederland. En hoe ging dat dan in het buitenland? Nou, wat je dus ziet is dat in Nederland heeft hij weinig impact gehad. Maar uiteindelijk zijn publicatie in toxicology heeft wel internationaal een grote impact. Dus zijn publicatie is opgepikt door de European Food Safety Authority. Nou, als het gaat om bestrijdingsmiddelen, dan wordt er op Europees niveau samengewerkt. Is er een zogeheten geharmoniseerd systeem voor de toelating van die middelen. En de Europese Voedselveiligheidsautoriteit, het Europese Voedselagentschap EFSA, zij stellen normen voor de toelating van pesticiden. En in het kader daarvan hebben ze zijn werk meegenomen. En heeft een werkgroep van EFSA in 2012 geconcludeerd dat er zit een grote lacune in de manier waarop we pesticiden toelaten. De manier waarop we naar de schadelijkheid voor bijen kijken. Namelijk de lange termijn effecten. En daarbij hebben ze verwezen naar die publicatie van Tennekes. Omdat die dus laat zien dat er opstapelende effecten optreden. En omdat daarom dan die lange termijn effecten moeten worden bekeken ook. Maar was dit het eerste moment waarop eigenlijk werd gezegd, deze meneer Tennekes heeft wel degelijk een punt? Ja, het is wel een heel belangrijke erkenning geweest. Dus er zijn een aantal wetenschappers die ook op de lijn van Tennekes hebben gezeten, internationaal gezien. Wetenschappers met wie hij samen heeft gepubliceerd, zoals Francisco Sanchez Bayo, een Spaanse milieuwetenschapper, die ik ook in mijn artikel noem. Maar ja, dit is wel gewoon een heel belangrijke erkenning geweest van een gezaghebbende internationale organisatie, de Europese toezichthouder voor pesticiden. Dus dit is het eerste moment geweest dat er een belangrijke internationale erkenning is gekomen. Oké, dus hij kreeg bijval. Maar het mooiste is nu eigenlijk dat Bayer zelf misschien moet toegeven dat hij toch gelijk heeft. Mm-hmm. Ja, dat is dus echt een heel brisante onthulling dat er documenten van Bayer bestaan. Documenten waarin de toxicologen van het bedrijf die neonicotinoïde pesticiden hebben onderzocht. En daarin hebben ze gewoon heel sec opgeschreven hoe werken deze pesticiden. En wat zij concluderen is hetzelfde als wat Henk Tennekes nu al 10 jaar dus stelt. Dat deze pesticiden een onomkeerbare werking hebben. En op die manier dus ook een opstapelend effect sorteren. En dat staat. Ja, dus ze zorgen dus voor onherstelbare schade. Precies, ja. En wat dus het gegeven is dat Bayer dat ontkende toen Tennekes in 2010 publiceerde. En tot vandaag de dag blijft ontkennen. Dus het bedrijf heeft in het verleden, en die studie waar ik het over heb van Bayer, die komt uit 1991. Dus dat is het jaar waarin deze pesticiden wereldwijd werden geïntroduceerd. En nog even voor de duidelijkheid. Ja, deze pesticiden hebben echt een enorme markt veroverd. Dus tot voor kort was het 1/3 van de wereldwijde markt voor insecticiden. Inmiddels zijn er in Europa allerlei restricties doorgevoerd. Dus is de Europese markt veel kleiner geworden. Maar nog steeds in bijna 100 landen toegelaten. En enorm groot verbruik. Bayer ontkent dus inmiddels dat werkingsmechanisme zo in elkaar zit. Maar in het verleden heeft het bedrijf dus precies zoals Tennekes constateerde, ook geconstateerd dat die effecten onomkeerbaar zijn. Ja, en kennelijk dus al 9 jaar voordat Tennekes dat deed. Sterker nog, dus bijna 20 jaar voordat Tennekes dat deed. Ja, in 1991. Oh ja, nee, inderdaad. Ja. En wie heeft dat document boven tafel gekregen? Nou, dat is ook eigenlijk iets wat Tennekes heeft beschreven. Dus dat is Henk Tennekes geweest die daarop heeft gewezen. Op 2 publicaties van Bayer toxicologen waarin dat werkingsmechanisme wordt beschreven. Kijk, en je moet begrijpen dat in de jaren 90, want beide publicaties stammen uit de jaren 90, toen
bracht Bayer dus een nieuwe insecticide op de markt, waarvan het bedrijf mensen probeerde te overtuigen dat het effectief was om insecten te doden. Dus om die reden was op dat moment het heel logisch dat het bedrijf ook benadrukte van kijk, de schade die het aanricht is onomkeerbaar. Het is een heel effectief middel om insecten te doden. Later, in 2010, als Tennekes publiceert, zijn er wijdverbreide zorgen over wereldwijde afname van insectensoorten. En gaat Bayer dat ontkennen. Dus daar, in ieder geval, het tijdsgewricht kan mogelijk ook een verklaring bieden waarom dat bedrijf vervolgens tot een andere interpretatie komt. Ja, maar zeggen ze dan misschien van die twee wetenschappers die dat toen zeiden, die werken al lang niet meer bij ons en die hadden het helemaal bij het verkeerde eind? Of? Ja, dat is wat ze zeggen. Ja, dus er is recent een interview met een toxicoloog van Bayer gepubliceerd in de Duitse pers. En daar zegt hij, we hebben eigenlijk gewoon nieuwe inzichten verkregen. We hebben aanvullend onderzoek gedaan. En ja, wij zijn ervan overtuigd geraakt dat het werkingsmechanisme omkeerbaar is. En dus dat die publicaties uit het verleden, dat die het niet bij het rechte eind hadden. Tennekes zegt daarover dat als je die conclusie trekt, dan moet je ook eigenlijk als bedrijf die publicaties uit de jaren 90 intrekken. En zeggen, weet je, die publicaties deugen niet. Maar ja, daarvan zegt Tennekes dan, dat heeft het bedrijf ook niet gedaan. Heb jij die stukken van Bayer uit 91 gezien? Ja, zeker. Ja. Dus die heb ik zelf doorgenomen. Die heb ik van Tennekes doorgestuurd gekregen. En daar is het gewoon letterlijk in te lezen. Daar wordt dus de werking beschreven van imidacloprid, een van die neonicotinoïden. En daar staat gewoon van een vrijwel onomkeerbare receptorbinding. En dat is gewoon één op één tegenovergesteld aan wat Bayer nu stelt. Ja, het lijkt er dus op dat hoe meer ze van dat product verkopen, hoe meer ze ervan overtuigd raken dat er niks mis mee is. Ja, precies. Een opmerkelijke vorm van voortschrijdend inzicht. Ja, en ook naarmate er meer maatschappelijke zorgen zijn ontstaan over de neveneffecten van deze middelen, over de effecten op bijen en op insecten. Die vandaag de dag zijn die zorgen gewoon heel erg groot. Dat veel soorten, naar schatting, 30% van alle insectensoorten op aarde met uitsterven wordt bedreigd. En wetenschappers wijzen naar die neonicotinoïden als één van de factoren daarbij. Dus dat is ook hetgeen wat veranderd is in die 30 jaar. En zit meneer Tennekes nou compleet gefrustreerd thuis? Ja, ik denk het heeft wel hem, het heeft hem wel gevormd, deze hele ervaring. Want het is best wel bijzonder dat iemand zo'n omslag eigenlijk maakt van iemand die helemaal niet maatschappelijk geëngageerd is of met milieuproblematiek überhaupt bezig is, tot iemand die de barricade beklimt en gewoon geen enkel blad meer voor de mond neemt en zich uitspreekt. Hij voelt zich ook miskend. Als het gaat om hoe op hem en zijn werk is gereageerd. Dus daar zit bij hem, dat heeft hem wel een tik gegeven van hoe dat toen is gelopen en eigenlijk tot vandaag de dag dan. Door al die collega's van hem, het merendeel in ieder geval, dat daar geen erkenning is tot heden. Nee, want ik las ook in jouw stuk dat hij dan bezoek krijgt van een oud collega, meen ik, van Shell. Zijn promotor is dat geweest. Jan Koeman, dus een Wageningse hoogleraar die zijn promotieonderzoek heeft begeleid. Ja, en hij dacht leuk, dan kunnen we even bijkletsen. Maar die kwam er eigenlijk met een bepaalde boodschap om hem toch min of meer de mond te snoeren. Ja, om er vooral niet mee naar buiten te treden. Dus dat is eigenlijk met terugwerkende kracht ook heel interessant om op terug te blikken. Van, hij heeft dus een boodschap gehad die nu wordt erkend, klopt. Wordt door allerlei gezaghebbende instanties erkend dat dat klopt. 10 jaar geleden is hem dus op het hart gedrukt om zich eigenlijk stil te houden hierover. En om er niet mee naar buiten te treden. Heel even die instanties, want je zegt door allerlei instanties wordt het nu erkend. Want die hebben we nog niet echt doorgenomen. Nee, dus naast EFSA is ook de Europese Academische voor Wetenschappen met een rapport gekomen. En dat is dus de Europese koepelorganisatie van nationale wetenschapsacademies.
En die hebben geconcludeerd, net als Tennekes, ja, dat dat mechanisme dus onomkeerbaar is. En dat er een opstapelend effect is op insecten. Ja, dat is ook een gezaghebbende organisatie die zich in 2015... bij Tennekes eigenlijk, bij zijn stelling heeft aangesloten. Ja, maar betekent dit dan dat alleen de producent het nog ontkent? Of zijn er ook nog wel andere wetenschappers die losstaan van Bayer die zeggen, nou, zo hard is het allemaal niet? Ik ben ze niet tegengekomen. Dus ik heb ook bij een aantal critici van Tennekes ben ik te raden gegaan. Een aantal mensen met wie hij in het verleden discussie heeft gehad. Bijvoorbeeld ook hoogleraar milieutoxicologie Tinka Murk van Wageningen Universiteit. Zij heeft 5 jaar terug een artikel gepubliceerd waarin ze Tennekes heeft bestreden. En ja, zijn standpunt over het werkingsmechanisme heeft bestreden. En ik heb haar gevraagd van ja, staat u daar dan nu nog steeds achter? Ja, en daar kon ze eigenlijk niet op ingaan, zei ze. Van ja, ik heb de literatuur niet gevolgd. Ik heb de ontwikkelingen niet gevolgd, dus ik kan daar niet op reageren. Dus eigenlijk, ik ben niemand tegengekomen die dat standpunt verdedigt, behalve dan Bayer. Het is ten eerste een vrij dramatisch verhaal dus, van één strijder tegen de rest, die dan nu een beetje gelijk krijgt. Maar ondertussen worden die bestrijdingsmiddelen over de hele wereld gebruikt. En ja, staan we eigenlijk met onze rug tegen de muur, of hoe moet ik dat zien? Nou, zijn onthulling heeft in ieder geval ook voor in een internationale context relevantie. Dus ja, deze middelen worden, wat je zegt, nog steeds op grote schaal gebruikt. Nou, in Europa zijn in 2018 restricties doorgevoerd. In Europa zijn ze voor een groot deel in de ban gegaan. Deze pesticiden mogen ze alleen nog maar in de glastuinbouw worden gebruikt. Nou, elders worden ze nog ongereguleerd, of vrijwel ongereguleerd gebruikt. En ja, zijn onthulling heeft gewoon ook relevantie voor hoe het elders natuurlijk een impact heeft. Dus ja, in dat opzicht is hier ook het verhaal nog zeker niet afgerond. Hoe heeft Henk Tennekes op jouw stuk gereageerd? Nou, hij liet mij weten het een uitstekend artikel te vinden. En hij heeft ook op social media zo heel veel bijval gekregen. Dus heel veel mensen die hem hebben getagd op Twitter. En hebben gezegd gerechtigheid voor Henk. En Henk verdient een standbeeld en een lintje. dus ja, dat moet voor hem wel een warm bad ook geweest zijn. Nou ja, het is wel echt iets wat een impact op hem heeft gehad, gewoon de afgelopen 10 jaar. Dat is iets wat ik wel heb gemerkt in mijn gesprekken met hem. Dat als je gelijk hebt, maar je krijgt het niet. En ik denk dat het een beetje zo is zoals wanneer je met je partner een discussie hebt en je weet dat je gelijk hebt, maar je krijgt het niet en daardoor word je nog bozer. En vervolgens wordt het feit dat je zo boos en onredelijk bent ook weer tegen je gebruikt. Nou, dat is een beetje in het klein, denk ik, wat Tennekes dan de afgelopen jaren heeft ervaren. En dat heeft hem toch wel gevormd, was mijn indruk. Oké, maar nu krijgt hij eindelijk bijval en zelfs gerechtigheid, zoals sommigen het noemen. Maar is het nu niet zo dat jij nu, omdat jij positief over Tennekes schrijft, dat jij nu wordt gezien als activist? Ja, volgens mij heb ik een heel feitelijke reconstructie hier gemaakt. En ook gewoon wel gekeken naar de manieren waarop Tennekes zijn verhaal heeft gebracht. En waar hij ook ongenuanceerd is geweest in zijn verhaal. Maar het punt is gewoon Want dat is die kennelijk ook geweest? Ja, of dat hebben mensen mij verteld. En dat heb ik ook opgeschreven in het artikel. Dat hij zijn boekje soms gewoon echt te buiten ging. In de zin van dat hij uitspraken deed over dingen waar hij geen expertise heeft. En dingen die hij ook niet wetenschappelijk hard kon maken. Bijvoorbeeld dat ook door die neonicotinoïden er op grote schaal vogelsterfte zou plaatsvinden. Nou, inmiddels zijn daar meer bewijzen voor dat het ook op die manier een impact heeft gehad als kettingreactie, omdat er minder insecten zijn. Dat daardoor ook vogels die afhankelijk zijn van insecten sterven. Maar destijds, toen hij dat verkondigde, was dat nog helemaal niet hard bewezen. Dus dat soort dingen heb ik ook opgeschreven. Maar het punt is gewoon van in de kern, heeft hij gewoon gelijk gehad met wat hij 10 jaar terug stelde. Maar heeft hij dat niet gekregen? En ja, dat heeft mogelijk toch ook te maken met andere belangen die dan spelen.
Dit artikel is gepubliceerd op Nationale Bijenteldag. Die werd voor de derde keer georganiseerd. En hoe gaat het met de bijen? Weten we dat nu, na die telling? Nou ja, het is anekdotisch bewijs wat dat oplevert. Dus ja, het zijn mensen die in hun tuintje dan kijken hoeveel bijen daar voorbij vliegen. Nou, ik begrijp wel dat ze op basis daarvan een aantal trends kunnen inschatten. En ook vergelijken met eerdere bijentellingen. Ik begrijp dat er nu ook veel bijen zijn geteld. Dat er ook heel veel mensen vanwege thuis zitten, vanwege de coronacrisis, hebben kunnen meedoen. Dus dat is dan positief. En dat er in ieder geval op die manier gegevens zijn verzameld over hoe bijen het doen in Nederland. Maar je kan daar niet direct wetenschappelijke conclusies aan verbinden. Welke reacties zijn er eigenlijk gekomen op het artikel tot nu toe op de site van Follow the Money? Ja, nou, je ziet dat er heel veel steunbetuigingen in de richting van Henk Tennekes zijn gekomen. Dus dat heel veel mensen het waarderen dat hij toch wel in stilte zo zijn strijd heeft gevoerd. En de lezers op de website van FTM, een aantal lezers opperden om een crowdfundactie voor Henk te beginnen. Ach. Dat hij dus in de schulden zo zit en zo. En in de misère een beetje. Maar waarom zit hij in de schulden? Is hij ook zijn baan kwijtgeraakt hierdoor? Ja, dus sinds dat hij heeft gepubliceerd, heeft hij vrijwel geen opdrachten meer gekregen van de chemische industrie. Dus hij werkte met allerlei grote chemiebedrijven samen. Oh, dit is heel belangrijk. Goed dat we dit nog even bespreken. Ja, nee, dat is... dat heeft er ook toe geleid uiteindelijk dat hij zelfs een bijstandsuitkering heeft moeten aanvragen. Dus dat hij in Zutphen naar het gemeenteloket is gegaan om een uitkering aan te vragen om eten te kunnen kopen. Dus het was echt heel schrijnend in dat geval. En hij heeft het gevoel dat hij werd geboycott, dat gewoon geen enkel chemiebedrijf zich met hem wilde associëren. Omdat hij zo kritisch zich uitliet over Bayer en diens pesticiden. Ja, als je hier een film van zou zien, zou je denken, nou Hollywood, jullie slaan wel weer een beetje door. Ja, dan zou het mogelijk als over de top worden ervaren. Ja, nee, het heeft een hoop drama, het verhaal. Ik denk gewoon goed is dat hier de waarheid dan uiteindelijk boven tafel komt. Al blijft natuurlijk zo'n partij als Bayer dat dan tot heden ontkennen. Ja, dat is jammer, zeg ik even als understatement. Dankjewel, Vincent. Ja, graag gedaan, Frederik. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraagt Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg onze maand op proef.